Gegrilde witte tonijn met avocadosalade. Snipper 1 rode ui heel fijn. En doe in een schaal. Snijd 360 gram tomatenmix in kwarten. En voeg toe aan de ui. Snijd 2 eetrijpe avocado's overlangs doormidden. Verwijder de pit. En schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. En doe ook in de schaal. Rasp de groene schil van 1 limoen. En pers de vrucht uit. Meng het rasp, sap en 2 eetlepels olijfolie door de ui, tomaat en avocado. Snijd 8 gram koriander grof en meng ook door de salade. Breng de avocadosalade op smaak met peper en eventueel zout. Verhit een grillpan. Snijd 1 petit beurre brood in 8 sneetjes. En bestrijk aan beide kanten met 2 eetlepels olijfolie. Grill het brood 3 minuten. Keer halverwege. Maak de grillpan voorzichtig schoon. Bestrijk 4 tonijnsteaks met 1 eetlepel olijfolie en bestrooi met peper en eventueel zout. Grill de tonijnsteaks 5 minuten. Keer halverwege. Bestrijk het brood met 2 eetlepels citroenmayonaise en verdeel er 75 gram rucola over. Snijd de tonijn in plakjes en verdeel over de rucola. Schep op elk sneetje brood 1 eetlepel avocadosalade en serveer de rest ernaast. Zo maak je gegrilde witte tonijn met avocadosalade.